Scholen en ouders vechten conflicten steeds vaker uit voor de rechter. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Ouders spannen een kort geding aan tegen de Vereniging van Middelbare Scholen. Want ze vinden dat er grove fouten zijn gemaakt bij de toewijzing van nieuwe scholen. We staan hier voor het Geert Grote College te Amsterdam. Dat mijn dochter op de eerste plaats heeft gezet in haar voorkeuzelijst. En zij is 4 keer uitgeloot en uiteindelijk geplaatst op de 5e keuze, het Gerrit van der Veen College. Wij zijn hier bij het Gerrit van der Veen College. Dat is de schoolkeuze nummer 1 van mijn dochter. Zij is alleen geplaatst op de nummer 5 keuze, namelijk het Geert Grote College. En wij willen graag ruilen met Esther. Die heeft precies andersom de match gehad. En dan zou het perfect zijn? Ja. Boos en verbijsterd zijn de ouders. Hun kinderen zijn op een school geplaatst waar ze helemaal niet naartoe willen. Dit jaar worden de plaatsen op middelbare scholen in Amsterdam verdeeld via een nieuw matchingsysteem. En dat verloopt chaotisch. Waarom wil ze naar deze school? Omdat het vrij onderwijs is. En ze heeft op de kleuterschool vrij onderwijs gehad en een deel van de lagere school. En dat is het onderwijs wat het beste bij haar past. Dus dat is een bewuste keuze voor een vrije school? Een hele bewuste keuze. En de school waar ze nu geplaatst is, is een school die zich specialiseert in zang en dans. En mijn dochter heeft een hoop interesses, maar niet in zang en dans. Toen uw dochter het nieuws hoorde, wat was haar reactie? Nou, huilen, tranen met tuiten, echt uithuilen op mijn schouder. En ze zei op een gegeven moment zelfs, als ik deze brief verscheur, helpt het dan? Ja, dat gaat je als ouder door merg en been. Ruilen. Het lijkt een simpele oplossing, maar het mag niet van de OSFO, de Vereniging van Schoolbesturen. Esther spant namens 30 ouders die in dezelfde situatie zitten een kort geding aan. Ik stap naar de rechter omdat OSFO volhoudt niet te willen ruilen. Ik heb dinsdag OSFO in gebreken gesteld en woensdag de gemeente. En gevraagd of ze met een oplossing komen voor vrijdag 4 uur. Daar is niet op gereageerd en nu zal ik het aan de rechter voorleggen. Ja, de zaak in Amsterdam die gaat over de plaatsing van leerlingen. Maar meestal gaan de klachten over de gang van zaken op de school zelf. Het aantal zaken in het onderwijs waar een advocaat of een rechter bij betrokken is, is dit jaar alweer meer dan verdubbeld. Er zijn meerdere oorzaken te noemen. Ouders zijn in de loop der jaren niet alleen veel eisender geworden, vertellen leerkrachten, maar ook mondiger. En sommigen zelfs ronduit onbeschoft. Als de meester of de juf tegen hen iets zegt, reageren ze als door een angel gestoken. Mark van der Werf stond 2 jaar voor de klas en schrijft nu over het onderwijs. Zijn tweede boek gaat over de toegenomen druk van ouders. Ik denk dat er met mondigheid helemaal niks mis is. Maar dat ik wel van heel veel leerkrachten heb gehoord dat het niet alleen bij mondigheid blijft, maar dat mensen ook gewoon soms ronduit onbeschoft worden en in enkele situaties ook wel heel bedreigend over kunnen komen. We leven in een rare tijd. Dat dacht de directeur van een Hilversumse basisschool ook toen de ouders van een leerling plots protesteerden tegen het nieuwe luizenprotocol. Ze vroegen zich in alle ernst af wat daarvan de juridische grondslag was. Want, zo mailden ze, luizencontrole tast de lichamelijke integriteit van onze dochter aan. Goedemorgen, ARAG Rechtsbijstand. Bij het servicecentrum van rechtsbijstandsverzekering ARAG komen bijna dagelijks nieuwe zaken binnen op het gebied van onderwijs. Ja, we zien een stijging eigenlijk over de volle breedte. Dat is zowel het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs als het hoger onderwijs. En de zaken die hebben verschillende oorzaken. Het kan gaan over schorsing, over verwijdering. Het kan gaan over een leerlingdossier, dat wat niet op orde is. En het gaat vooral dan met name ook over dat de scholen echt onzorgvuldig aan het handelen zijn. De cijfers liegen er niet om. Onderwijsbond AOB noemt de stijging van het aantal zaken in het onderwijs zelfs explosief. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs had vorig jaar een recordaantal zaken, 348. Bijna 150 zaken haalden de rechtszaal, een verdubbeling ten opzichte van 4 jaar geleden. Ook Achmea Rechtsbijstand constateert een forse stijging. In 2014 behandelden ze 720 hulpvragen op het gebied van onderwijs. En ARAG Rechtsbijstand heeft dit jaar al 117 onderwijszaken binnengekregen, meer dan een verdubbeling. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat scholen steeds groter worden. Je hebt tegenwoordig grotere stichtingen, meer directeuren. Ze werken in samenwerkingsverbanden. En ouders weten vaak niet de weg te vinden bij wie ze moeten zijn, bij wie ze moeten aankloppen. En er ligt dus miscommunicatie op de loer. Scholen die informeren ouders gewoon per brief. En de plaatselijke directeur die ken je in feite niet meer. Dus de afstand tussen ouder en school is veel groter geworden. En daarnaast is het geval
dat het belang van onderwijs wordt ook steeds groter en ook op steeds jongere leeftijd. Het is een langdurig traject geweest. En uiteindelijk heb ik in een mediation traject ook gezeten met de bestuurder. Maar ik heb geen excuus gekregen. Annemiek kwam in conflict met de school van haar zoontje. Hij mocht niet meer meedoen aan de gymles en mocht slechts halve dagen naar school. Omdat hij onhandelbaar zou zijn. Maar daar was Annemiek het niet mee eens. Daar hebben we meerdere gesprekken over gevoerd, eigenlijk die heel moeizaam verliepen. Uiteindelijk is ons zoontje getest. Nou, het bleek dat er niks met hem aan de hand was. En toen gaf de school aan van moet hij maar van school af. En dat was onze conclusie eigenlijk ook al, want we hadden al heel weinig vertrouwen meer in het pedagogisch klimaat. Ik wil gewoon erkenning, ik wil een excuus hebben, er zijn fouten gemaakt. En als je fouten maakt, dan moet je daar gewoon sorry voor zeggen. Ze overweegt nu nog naar de rechter te stappen. Scholen worden vaker ter verantwoording geroepen. Dat is zeer ingrijpend voor de leerkrachten en directeuren. Heel vervelend. Heel vervelend. Want de klachten liepen wel 4 jaar terug. Dus wij moesten nog van 4 jaar terug gaan bewijzen dat we dingen wel goed hadden gedaan. Ja, ik ben niet iemand die ben opgeleid om te verdedigen voor een klachtencommissie. Ik ben meer voor de kindertjes en de school. En, hoe heeft u dat ervaren? Vreselijk. Vreselijk. De politiek vindt de juridisering van het onderwijs onwenselijk. De PvdA stelt voor dat ouders en scholen duidelijke afspraken maken met elkaar aan het begin van het schooljaar. Ik denk dat geen enkele leraar zit te wachten op nog meer regels, richtlijnen of protocollen. Want er zijn er echt al heel veel van in het onderwijs. Ik denk wel dat het hartstikke goed is om gewoon op oude avonden of andere overleggen tussen leerkrachten en ouders die er al zijn. Om daar misschien gewoon extra aandacht aan te besteden. Waar ik bang voor ben, is als je het juist op overeenkomsten gaat gooien, de afspraken helder wilt maken. Ja, dat je dan echt in de juridische sfeer gaat komen. Want dan zeggen ze van ja, u bent de overeenkomst niet nagekomen of de school is dat niet nagekomen. En ik denk niet dat dat de bedoeling moet zijn. Ouders, leerkrachten, directeuren en advocaten. Iedereen is het erover eens dat met elkaar in gesprek blijven de beste oplossing is. Wij hebben altijd gezegd, kom maar bij zitten. Als je denkt dat er iets in die klas niet goed gaat, kom maar gewoon in de klas erbij zitten. Kom maar kijken hoe het gaat. Kom maar in de pauze, kom maar op het plein. Ik zie ook gewoon ouders die net wat te ver doorgaan en waarvan ik denk, ja, dat is ook heel zwaar voor die leerkrachten. En dat, maar daar kun je ze wel op trainen, denk ik, om daar op een goede manier mee om te gaan. En u vindt dat u zelf niet te ver bent doorgegaan? Nee, dat vind ik natuurlijk niet. Nee, dat denk ik ook echt niet. Ik ben echt bereid geweest om samen te werken. Ik heb ook altijd uitgesproken dat ik heel veel respect heb voor het werk wat de leerkrachten doen. Direct contact zoeken is belangrijk, zegt hij. Of je nou iets te klagen hebt of juist wilt vertellen dat iemand keihard heeft gewerkt. Zo zorg je ervoor dat leerlingen thuis voor dezelfde dingen op hun donder krijgen als op school. En nog belangrijker, zo krijgen ze ook voor dezelfde zaken een complimentje.